Heer, wat is het? Ja, het is voor ons als mens gewoon onbegrijpelijk. Gewoon soms bijna ongelooflijk. Maar Heer, daarvoor hebben wij geloof nodig. Om te weten, te voelen, te weten en ervaren. Heer, dat U bent waarlijk opgestaan. Halleluja. Wilt U ons zo samenbinden als we het mogen vieren vandaag, deze dienst? Heer, want wat is er mooier, groter, eeuwiger, zoveel meer omvattender dan wie U bent. Dank U voor Uw genade, voor wie U bent. In Jezus' naam. Amen. We zingen een mooi oud lied. Als we zingen, Christus, onze Heer verrees. Heilige dag na angst en vrees. Die verhoogd werd aan het kruis, bracht ons in Gods vrijheid thuis. Prachtige tekst. Wie kent hem heel goed, dit lied? Iedereen van boven de 40? Je kent hem vast wel. Zing maar mee. Christus onze Heer verrees. Christus onze Heer verrees, alleluia. Elke dag na angst en vrees, alleluia. Die verhoogd werd aan het kruis, alleluia. Bracht ons in zitten. We gaan naar de mededelingen. Goedemiddag allemaal. Jezus is inderdaad opgestaan. Laten we gewoon tegen onze buurman, buurvrouw ook even zeggen dat hij, zij ook mag opstaan in Christus. Yvonne en ik kwamen van de week iets heel gaafs tegen in verband met Pasen. Met Pasen, hè, gaat het om de opstanding van Jezus. En in Johannes staat op een gegeven moment, hè, dat Petrus het graf inliep. En dat hij nog windsel zag en het doek, hè, waarmee Jezus hoofd bedekt was. En dat die doek, die lag daar opgerold, opgevouwen. Hij lag in ieder geval heel erg netjes. In de grondtekst was het zelfs zo dat dat doek... Kom terug naar het woord zweet, de zweetdoek, servet, weet ik veel. Dus kwam op een gegeven moment, Yvonne kwam ermee, die zei zo van, dat in het Joodse vroeger was het zo dat als de meester ging eten, werd de tafel heel mooi gedekt. En als de meester klaar was met eten, gooit hij zijn doek op tafel, als hij zijn mond heeft afgeveegd en loopt weg, dan wordt het afgeruimd. Maar
Maar als de meester terug zou komen, fout is het doek, netjes op. Hij rolt hem netjes op, legt hem neer. En daarmee gaf hij aan van, ik kom nog terug, blijf van die tafel af, want ik wil nog eten. En, nou, Jezus' doek lag er dus ook zo bij. Dus hij komt ook nog eens een keertje terug. En dat zagen we daar ook nog in. Vandaag zal John Baak met ons het woord delen. En aanbidding wordt geleid door Harold en zijn team. En voordat ik het vergeet, hebben we natuurlijk Goede Vrijdag gehad. En we hebben met elkaar avondmaal gevierd en er zijn foto's van gemaakt. En die foto's is een compilatie van gemaakt voor op de Beamer. Dus als het goed is, gaan we daar naar kijken. Super gezellig natuurlijk met z'n allen. Er is vandaag geen kinderdienst, maar je zult het al gezien hebben. Er liggen allemaal boekjes en werkjes en dingen klaar voor jullie. Mag je ook gewoon mee naar huis nemen. En er liggen ook hele mooie linten. Dat is voor tijdens het zingen. Kun je dansen, meedoen. En met bijzonder ook in, met het lied Alles is Nieuw. Als het goed is, hebben jullie er vorige week ook wat mee gedaan. En ik heb ook familienieuws en dat vind ik altijd gewoon superleuk, want dan kunnen we gewoon weer elkaar applaudisseren en blij zijn voor elkaar. Want we hebben 2-jarigen in ons midden. En dat zijn Bodean Kap en Arend Zwarteveen. En we hebben ook weer nieuwe leden in onze regenboogfamilie. Mag ik een applaus voor Johanna Baak? Voor Bas Veenstra. En Paul en Elisabeth van het Hof met dochters. Met de dochters. Ja, die dochters ook nog even. Olivia, Claire en Maya. Allemaal van harte welkom bij de regenboog. Kijk, wat had ik nog meer op mijn lijstje staan? Natuurlijk de afwas. De afwas wordt gedaan door iedereen met een achternaam. Die begint met een A of een B. Gebedsteam staat zoals altijd achteraan. Dus heb je behoefte aan gebed, voel je vrij, loop naar achteren. Voorin zie je ook nog een box staan, dat is een blessing box, heb ik gehoord van Petra. Er liggen machtig in kaartjes bij, dus als je wil geven of delen aan de gemeente, mag je dat in de blessing box doen. We hebben ook nog wat lekkers bij de koffie, dus dat verklap ik alvast. En dan gaan we nu naar een filmpje kijken uit de oude doos. En daarin gaan een aantal kinderen ons iets vertellen over Pasen. Toen Jezus 3 dagen in het graf lag, kwam er een engel en die duwde de steen weg. En toen ging hij bovenop de steen zitten en Jezus was toen weer opgestaan. En toen ging Maria heen kijken en toen was de steen weggerold. En toen rende ze gelijk naar Petrus toe. En toen zei ze dus tegen Petrus dat het graf leeg was. Ze schrok er wel van dat Jezus in 1 keer weg was. Toen gingen ze zelf kijken. Toen was er opeens een engel gekomen die zei dat hij was opgestaan. En die engel zei, hij leeft. En daarna gingen ze weer terug, ging Petrus erin. Die zag dat de doeken waren opgewikkeld. Maria die huilde omdat Jezus dus uit het graf was.
toen zag hij een tuinman, dan dacht hij dat het tuinman was. Maar dat was de Heer Jezus. Ja, toen, ja, misschien de, toen dacht ze van, ja, misschien is er wel iemand anders. Maar het was niet zo. En toen zei hij van, Maria, je hoeft niet meer te treuren, ik ben het Jezus. En toen ging Maria de discipelen vertellen dat hij hem gezien had. Toen ging ze aan iedereen vertellen dat de Heer Jezus is opgestaan. Dat is ook mijn lievelingsverhaal. Ja. We hebben een lied. Want dat werd zo net al aangekondigd. Hè? Alles is nieuw. Wie heeft het geluisterd? Wie kent het al een beetje? Volgens mij van de kinderen een heleboel. Hè? En heel veel kennen ook het dansje. Kom maar podium op. Kom op. Want dan moeten wij gedanst worden. Dus wij maken een beetje plek. Ja. Ja, kijk. Oh, kijk. Ja, heel veel. Goed zo. Kom er maar mee. Kom er maar bij. Ja. Allemaal meedoen. Allemaal geoefend. Ja, kom maar mee. Kom er maar mee. Kom maar mee. En als je mee mag zingen, ga maar even een beetje aan. Heb nog niet geoefend, maar dat geeft niks. Ga maar aan die kant staan. Ga maar aan die kant. Ze gaan daar staan en dan gaan ze dansen. Heel goed. Ja. Goed zo. Kom dan maar bij. Ja, gaan we ook dansen en zingen. Oh, met linten. Worden de linten erbij? Dat mag hoor, zeker. Doe maar. Kom maar mee. Yeah, heel goed. Ja, het is een ingewikkeld liedje. Best wel. Iedereen er klaar voor al? Sommigen zijn nog onderweg. Linten mee? Nou, toch niet. Papa moet mee. Oh ja. Staat het hele gezin staat straks op het podium. Nee, Paul niet? Nee? Oh, bijna. Oh, kijk, goed zo. Doe maar. Ga maar naar je zussen. Goed zo. We gaan hem zingen. Alles is nieuw. Komt-ie. De nacht is voorbij. De licht schijnt over de horizon. Ik voel me zo vrij. En ik weet wel hoe dat komt. Want oh, u bent opgestaan. Opgestaan. Alles is nieuw. Alles is nieuw. U bent mijn vriend. U gaf uw leven op voor mij. Zo verdiend. Ik dank u wel dat u stierf voor mij. Oh, oh, u bent opgestaan. Opgestaan. Alles is nieuw. Alles is nieuw. Nieuw begin. Een nieuwe kans. Dank u Jezus. Alles is volbracht. U bent opgestaan. We vieren feest, want Jezus leeft. We vieren feest, want Jezus leeft. Alles in kleur, alsof ik zonder een filter kijk. U geeft mij hoop, nooit meer hoef ik bang te zijn, want komt op, de duisternis voorgoed voorbij. Het is zo speciaal, want uw liefde deed voor mij. Oh, 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 u bent opgestaan, opgestaan. Alles is nieuw, alles is nieuw. Een nieuwe hoop, een nieuwe kans. Dank u Jezus, alles is volbracht. Jezus, alles is volbracht. U bent opgestaan. Een nieuwe weg, een nieuwe start. Dank u Jezus voor het eeuwige. U bent
vieren feest, want Jezus leeft. We vieren feest, want Jezus leeft. We vieren feest, want Jezus leeft. Woe! Applaus, ja. Er is hard gestudeerd deze week. Goed gedaan. Goed gedaan, jongens en meiden. Je mag weer naar je plek. Papa of mama, met wie je ook mee bent. Wow, het is wel hoog hoor.
Halleluja. Jezus overwon het kruis. Yeah.
voor. Ja. En we kunnen natuurlijk deze dienst gewoon niet met elkaar vieren überhaupt. Nou, ik wil niet zeggen dat het niet kan zonder het volgende lied. Maar dat is het laatste lied wat we zingen voordat we gaan luisteren naar het verhaal. En allerlei mooie andere dingen. Van John en familie, zo noem ik het maar even. We gaan het natuurlijk zingen. Natuurlijk, wat is het lied wat we nog niet hebben gedaan? Happy Day, tuurlijk! Happy Day! The greatest day in history. Komt ie. The greatest day in history. Let this be that you have rescued me. Sing it out. Jesus is alive. He's alive. He's alive. He's alive. Eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Ah, oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the glorious way that you have saved me. Oh, what a glorious way, what a glorious. Zitten. We gaan luisteren naar de boodschap van John. Thank you.
Hey. Hey, waar was jij nou, man? Ik zit hier al een uur te wachten. Zouden we toch gewoon samen daarin lopen? Wat is het nou weer? Wat was jij aan het doen? Zit met die hoed? Wat is dit? Ja, straks herkennen ze me nog, joh. Dan gaan ze vragen van, hoor jij ook bij die gast, weet je wel? Oh, ja. Hij ben even hardlopen. Want? Ja, ik had echt zo even behoefte aan die lekkere stofjes, weet je wel. Serotonine, dopamine, endorfine. Ja, ja. Waar ik mijn vleugels, weet je wel. Maar ik krijg dat gevoel maar niet uit mijn kop. Nee. Ik snap er geen zak van. Het was zo'n bijzondere tijd met hem. 3 jaar achteraan gelopen. En nu is het de derde dag. En maar, grotere antikiemen. Maar wacht even, wat is dit voor een weekend? Ik bedoel, wat gebeurt er allemaal? Ik kan het gewoon niet. Bij. Ik kan het met de kop niet bij. Nee, en weet je, ik zou je zeggen. Nee, echt serieus. Die teammeeting. Vanochtend, die teammeeting. Ja. Spontane teammeeting. Er komen 3 mensen binnen. Oh, wat helemaal een stemming ook. Het graf is leeg. Ja. Ja, tuurlijk. Weet je? En ik weet niet. Even, nee, luister even. Kijk me even aan. Wie komt er binnen? 3 mensen komen binnen. Ja? Wat viel je op? Nou, dat ze niet klopten. Hartstikke gevaarlijk. Waarom klopten ze niet? Ja, dat klopt. Maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Oh. 3. Wat bedoel je dan? Wat voor soort mensen kwamen er binnen? De 2 smaken. Wie kwamen er binnen? 3? 3 vrouwen? Ja, bedoel je dat? Oh, vrouwen. Oh, omdat het vrouwen zijn, zouden ze dan zomaar zeg maar iets niet kunnen, niet betrouwbaar zijn of zo? Is dat wat je bedoelt? Dat zeg ik niet. Is dat wat je wees nou maar eerlijk? Wees nou maar transparant? Is dat wat je bedoelt? Oké, ik zal het gewoon heel rauw zeggen. Ja. Ja. Kletspraat. Ja. Kletspraat. Kletspraat. Ja. En dat zei niet alleen ik, maar ook die man achter mij. Ja. Het is ook altijd hetzelfde. Maar goed, laten we er geen ruzie over maken. Wat ben jij eigenlijk dan? Nou, ik was mijn aantekeningen aan het terugkijken. Want ik denk. Aantekeningen? Gaat er niet naar school? Nee, ik had gewoon alles opgeschreven. Van de hele tijd. He, van alles wat we hebben gehoord, meegemaakt. Heb je gewoon alles bijgehouden? Ja. Ja wat hebben we meegemaakt met hem? Ja, ik heb hier alles opgeschreven. Noem eens iets dan, ik snap er dus niks van. Noem eens iets, wat heb je... Nee, maar ik dacht ook, wat is er gebeurd? Dus ik denk, ik ga het gewoon weer terugkijken. Ik ga het gewoon teruglezen. Noem eens iets dan. Nou, misschien dat helpt. Jezus, verandert water in wijn. Ja, ik weet niet, maar is dat wel echt gebeurd? Ja. Zijn we nou... Ja. Waar zijn wij? Ik was er niet bij, hè? Nee, ik was er niet bij. Ik was er niet bij. Ik bedoel, en wijn ook gewoon. En ik vind het ook vreemd, hè? We hebben natuurlijk allemaal wel eens hier een wijntje met hem gedronken, maar 700 liter, dat is niet meer met maten, hè? Nee, die maten ook. Ja, het is niet echt met maten. Ik wil veel zeggen, maar... Hé, maar en dat Jairus verhaal dan? Dat kind, dat... Ik bedoel, dat was toch die priester of zo, die... Ja, dat klopt, ja. Ook zo bijzonder. Ja, meisje had geen naam, blijkbaar. En maar heel iedereen... geheimzinnig. Iedereen moest die kamer uit. Ja, precies. En waren niet zijn eigen woorden van, ze sliep toch? Ja, nou ja. Ja, ik wil niet kritisch doen of zo, hoor. Maar ik vind dat toch een beetje lastig. Ik was er niet bij, dus ik kan... Jij was er niet bij, klopt. Nee, dus ik... En ik ook niet. Maar ja, maar verder, just saying. Just saying. Heb je nog meer aan? Oh ja, Petrus. Dat verhaal van Petrus op het water, joh. Je weet zelf, hij is wel een beetje een persoon, toch? Het enige effect dat het had, is die een beetje naar zijn daling gelopen, volgens mij. Ja, maar dat was het wel echt ook. Ik bedoel, op het water, kom op. Ja. Ja, weet je, ik heb met dat soort dingen ook zoiets. Ja. Ik wil niet wetties doen, maar dan denk ik toch van, natuurlijk, alles kan, dat je alles schoorloopt. Maar is het nou echt nuttig, weet je? Ja, wat heb je daar op, wat heb je nou aan op water lopen? Ik zag zelf het niet van die, waar ben ik, weet je wel. Ik ben een kritisch doen of zo. Maar ja, ik was er niet bij. Was jij? Nee, ik was er niet bij. Ik was er niet bij. Maar weet je wat ik dan wel denk? Ik ben echt alleen maar even serieus. Ja, ja. Door gasten als Petrus ziet die hele buitenwereld ons wel een beetje als gekkies, hè? Ja. Ja, dat, nou ja, ja. Maar ja, ik zelf, ik weet ook eigenlijk niet meer. Ik denk dan ook, ja, of zijn we dat misschien? Ja, goed, het is wel een beetje een bubbel, hè? Het is een beetje een bubbel, ja. Ja, ja, dat wereldje met Jezus, ja. Ja, ja dat zeg je goed, mooi woord, bubbel. Ja, weet je, ik denk wel eens, hè, gewoon dat evangelische wereldje rondom Jezus, waar wij dus al die 3 jaar in zaten. Het is niet sectarisch, maar ja, het zit er toch een beetje tegen. Ja. Nee, nou moet je echt even kappen. Nee, sorry, maar dit gaat echt te ver. Nee, stop. Oh, want ik bedoel, ik kan heel veel zeggen, maar over Jezus, nee. Ja, en ja, trouwens, nu je het zegt, er waren wel heel veel dingen waar we wel bij waren. We hebben heel veel dingen wel meegemaakt. Kijk, die picknick, weet je nog? Die picknick. Picknick, man. My goodness, die picknick. Hey, hey. 5.000. Wacht even, ik ga nog even checken. Mannen, of? Even. Hier, 5.000. Ja, zonder vrouw en kinderen, hè? Bizar. Zonder vrouw, ja. 5.000. 5 broodjes, 2 vissen, gigapicknick. We waren erbij. En dat niet alleen, de woorden die sprak het onderwijs ving aan zijn lippen, hè? Ja. We waren erbij. Ja, nee, dat is... Ja. Man. Ja, en toch, dan staan we hier. Ik snap het niet. Maar goed. Hey, die mission trip. Die mission trip, wow. Dat heb jij helemaal niet meegemaakt. 70 man, hè? 70 man, hè? Nee. Echt zo vet. Nee, 72. 72? Ja. Nou ja, goed. Ja, goed, geval, 71. Weet je, wij zijn 71 man en dat, zoveel meegemaakt. Dat hè? Hebben we wel meegemaakt. Alle zieke naast, hè? En die demonen, ze vlogen gewoon weg. En zeiden, nou, we waren er gewoon bij, hè? Ja.
Nou, je hebt gelijk, we kunnen niet ontkennen. We stonden erbij. Het was echt gebeurd. Ja, en dan hebben we die ene nog niet gehad. Hey. Welke? Hallo. Van die andere, van pas geleden. Lazarus. Zo. Jongen, echt, serieus. Woe. Hé, maar ik... Stond jij... Dood? Ja, helemaal. Dat was dood? Hartstikke. Zo. En die doeken, we hebben het gezien, hè? Ja, en ik kwam zo uitlopen. We waren erbij. Nee, het was echt... Zo. Oh, en jongens. Toch, hè, ja, dat kan je toch niet. Nee. En dan nu, het is de derde dag. Ja, hoe kan dat nou? Ja, ik ben gewoon... Ik ben zo in de war, weet je. Ik snap het. Maar die... Als je bij hem was. Hè? Ja, die boodschap, joh. Die power. De liefde is in ogen. En niet alleen voor jou of voor mij, hè? Nee. Kom op, we zijn joden, weet je. Kom op, weet je. Ja, dat is logisch. Maar ook voor die Samaritanen. Ja, echt, hallo, besef even. Ja, besef even. Romeinen. Ja. Weet je wel? Ja, hield van ze. Ja, was echt, hè? Als ik nu maar als ik er nu aan denk... Die liefde, niet normaal. Ik voel het gewoon weer. Je voelt je hart, hè? Zijn we fit, man? Zo. En toch snap ik het niet. Dat verhaal vanochtend, dat is de derde dag. Hoe kan het dan nu over zijn? Dat kan toch gewoon niet? Of is het eigenlijk allemaal maar gewoon één grote desillusie of zo? Ik weet het echt niet meer. Ja. Of zouden we iets misschien niet helemaal goed zien? Hmm. Nah. Komt zo nog een tweede deel. Je mag hier vast op verheugen. Ik wil jullie eigenlijk meenemen in dit verhaal wat je net al een beetje zag. Moet je voorstellen dat je Cleopas was, want zo heette de ene. De naam van de andere weten we niet. En weet je, ze liepen van Jeruzalem, nadat Jezus gestorven was en gekruisigd was, liepen ze terug naar Emmaus. Catherine en ik hebben het thuis even nagelezen, dat was minstens 4 uur lopen. En onderweg zijn ze aan het praten. En ik kan me voorstellen dat het een beetje gegaan is zoals deze twee net aan het praten waren. En ze noemen al een aantal dingen die ze de Heer Jezus hebben zien doen. Want zij behoorden bij de discipelen, staat er in de Bijbel. Het verhaal staat onder andere in Lucas 24. Ze hoorden bij de volgelingen van Jezus. Het waren niet de 12 discipelen, maar wel een groep die daar dichtbij stond. En ze kenden Jezus goed. En weet je, ik wil nog een voorbeeld geven van iets wat ze net hadden meegemaakt. Ik ben daar de afgelopen week, heb ik daarnaar gekeken, want helemaal niet lang daarvoor, iets van een week daarvoor, leek het heel anders te gaan. Wie weet wat er een week voor Pasen ongeveer gebeurde. Palmpasen noemen we dat. In de Bijbel heet het de intocht in Jeruzalem. Maar ik had altijd een beetje... Ik vond het altijd een beetje moeilijk te begrijpen. Ik weet niet of sommigen van jullie dat ook hebben. Maar moet je proberen voor te stellen hoe dat was? Wie van de grote mensen hier heeft misschien de film gezien van The Lord of the Rings? Of de film? Zijn er mensen die dat gekeken hebben? Of de boeken gelezen? De derde film heet The Return of the King. De terugkeer van de koning. En dan zie je dat de koning, na heel veel moeite en strijd en onderdrukking, komt hij de stad binnen en iedereen, de hele stad is in rep en roer. En iedereen juicht, want de koning komt. Nu is het voorbij. Nu is de strijd met het kwaad voorbij. Zo was het ongeveer. De Joden verwachten hun Messias. En ze wisten, als hij komt, dan gaat het afgelopen zijn. Met het kwaad, met de ellende, met de onderdrukking. En dan komt Jezus op een ezel de stad binnen. Denken wij misschien een ezel. Maar dat was voorspeld door de profeet Zacharias. Die had gezegd, hij zal als de koning van de vrede de stad binnenkomen op een ezel. En wat de Joden verwachten is, dan wordt het allemaal anders. En het was een heel bijzonder moment. De vijanden van Jezus, de schriftgeleerden en de fariseeën, stond dat zij niets konden doen. De hele massa was in rep en roer. Jezus, de koning komt, Hosanna, hoera, de koning komt de stad binnen. Hadden ze net meegemaakt. En dan gaat Jezus, als hij de stad binnenkomt, kun je in alle 4 de evangeliën, kun je dat nalezen, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dan gaat hij op een gegeven moment, dan gaat hij naar de tempel toe. En wat doet hij daar? Ik vind dat zo mooi. Dan gaat hij naar het huis van God. Zoals de Messias zou moeten doen. Het huis van zijn vader. En dan gaat hij daar naartoe en dan veegt hij de tempel schoon. Waarom? Er werd handel gedreven, er werd geld verdiend. Jezus zegt, weg met die handel. Dit is het huis waar we God
mogen ontmoeten, waar we de Vader mogen aanbidden. En dan staat er in een van die vier verslagen van die gebeurtenis, dat daarna de lammen en de blinden komen en Jezus geneest ze. De hele stad is in rep en roer. Jezus geneest mensen. De koning is gekomen. Dat is waar de discipelen waren. Dat is waar deze twee discipelen bij waren. Dat is wat ze allemaal gezien hadden. Maar nu, iets meer dan een week later, lijkt alles anders. Lijkt alles zelfs voor niets. Ik wil nog een ding vertellen over dat verhaal van Palmpasen. In een van de evangelieën kun je lezen dat de menigte die had meegemaakt dat Lazarus, weten sommigen van jullie wie Lazarus was? Wat was er met Lazarus gebeurd? Hij was gestorven. En hij was een van de beste vrienden van Jezus met Martha en Maria. Hij was hun broer en ze woonden samen. Hij was gestorven en ze hadden Jezus geroepen, kom alsjeblieft, want hij was ver weg. En Jezus was niet op tijd, zo leek het tenminste. Want als die eenmaal komt, dan is Lazarus al 3 dagen dood. En daar staat erbij dat zijn lichaam was al aan het ontbinden. Dat betekent gewoon plat dat het stonk al naar de dood. Het was een lijkgeur. En dan zegt Jezus, die gaat naar dat graf. En want een graf was vroeger een soort grot waar je mensen inlegde. Die gaat naar dat graf en die zegt, maak dat graf open. En dan zegt hij, Lazarus, kom naar buiten. Zelfs de dood was voor Jezus niet sterk genoeg. Dit is wat ze mee hadden gemaakt. Maar nu een week later was diezelfde meest vreselijke marteldood gestorven aan een kruis. En ze snapten het niet meer. Jezus had het vaak uitgelegd, hè? Ik moet sterven. Maar op een of andere manier paste dat niet in het plaatje wat ze hadden. En dan zijn er ook nog een paar vrouwen. Ik zag het net in het toneelstuk. Weet je hoe bijzonder ik dat vind? De eerste mensen naar wie Jezus toe kwam, dat waren een aantal vrouwen. En weet je, in die cultuur, het is echt heel erg, maar daar telde het getuigenis van een vrouw niet. Als 2 getuigen iets zeiden, dan was het waar. Maar als 2 vrouwen iets zeiden, dan hoefde hij dat voor de rechtbank niet serieus te nemen. En wat doet Jezus? Hij gaat naar 2 vrouwen. Hij zegt, jullie mogen de eerste zijn. Niet Johannes, niet Petrus, die vrouwen. En die komen vertellen, we hebben de Heer gezien, hij leeft. Maar deze 2 discipelen snappen het niet. En dan zijn ze aan het wandelen onderweg naar Emmaus, die lange weg. En dan komt er iemand naast hen lopen. Een wandelaar die ook onderweg is. En die zegt, waar hebben jullie het over? Waarom zijn jullie zo verdrietig? En ze zeggen, ben je dan de enige vreemdeling in Jeruzalem? Wat ze daarmee bedoelen, iedereen kende Jezus. Iedereen kende Jezus. Hij had 3 jaar rondgetrokken, er waren wonderen gebeurd, geweldig. En iedereen wist wie Jezus was. En dat hij aan het kruis gestorven was, dat ging door de hele stad. De week daarvoor was hij nog als koning binnen. Ben je de enige die het niet weet? En dan gaat die man met ze praten onderweg. En hij zegt, maar weet je het dan niet? Heb je de Bijbel niet gelezen? De Bijbel, de Joden hadden alleen het Oude Testament, hun Bijbel. Heb je het niet gelezen? En hij gaat door al die profetieën heen. Onder andere Jesaja, die ongeveer tussen 700 en 750 jaar voor Jezus al had geprofeteerd tot in detail wat met hem zou gebeuren. Zie je het niet? En er gebeurt iets in hun hart, terwijl deze wandelaar die ze niet herkennen met hun praat. Ik ga zo verder. Ik wist het. Het is waar. Het is echt waar. Hij leeft. Ik zei het toch. Ja, kom op. Jij wist het echt niet, hè? Nee, je had het ook niet door. Kom op. Je had het ook niet door. Nee, kom op. Het is al waar. Hij leeft. Heb ik ontmoet. Hé, mijn hart stond in de fik zoals vroeger. Kom op. Ik wist het. Hé, kom. We gaan iedereen vertellen, man. Kom op. Ja, kom dan. We gaan het iedereen. Oh, wacht. Ja, we gaan het iedereen vertellen. Maar misschien. Ik moet wel mijn schriften meenemen nu. Kom op. Het is wel waar. Iedereen moet het weten. Kom maar goed van pas laten. Wacht even, niet zo hard gaan. En, ik loop groener voor jou komen. Ik ga niet in het donker zelf lopen. Doe eens even rustig. Oké, oké, oké. Hé, maar vrouwen, ja, ja. Nee, maar even wacht. Ja, 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 ja. Luister. Ja. We gaan niet gelijk tegen iedereen zeggen, oké? Okay? Want ik zal niemand aanspreken. Ja, dank je. Dat komt. Nee, wacht. Rustig. Nee, 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 nee. Jij dat hoort. We gaan eerst even naar de discipelen toe. Ja. Dan gaan we zeggen wat we hebben meegemaakt. Hij leeft. Dat gelijk, die vrouwen waren hadden gelijk. Hè? Die vrouwen zijn ik wil het alleen maar even niet zeggen. Ja, die vrouwen zijn zo gek nog niet. Ja. Dan maken we wel een plan daarna.
Elke keer als ik dit lees, dan springt mijn hart weer op. Weet je dan, die ontmoeting met Jezus, de opgestane Heer, verandert alles. Verandert alles. Ik vind het zo mooi, hè? Want dan staat er dat, dat ging zo in die tijd. Hij wandelt met hun dus, en dan komen ze uiteindelijk in Emmaus en is dat donker. En in die tijd liet je iemand niet in het donker buiten. De Midden-Oosten gastvrijheid is nog steeds zo. En dan zeg je, kom binnen, kom bij ons eten. En ik denk dat dat ook betekende, kom logeren. Want in het donker iemand terugsturen, dat ging je niet doen. Of op weg sturen. En dan nodigen ze Jezus binnen uit, zonder dat ze weten dat het Jezus is. En dan staat er, en hij breekt het brood. Zoals hij gedaan had, net voor hij ging sterven. Toen hij zei, dit is mijn lichaam, wat voor jullie verscheurd, gebroken gaat worden. En als hij dat brood breekt, ik ben ervan overtuigd dat ze toen de wonden in zijn handen hebben gezien. En dan staat er dat ze als het ware de schellen van hun ogen, ineens zien ze, het is Jezus. En dan zeggen ze, en ik vind dat zo mooi, was ons hart niet brandende in ons, brandde ons hart niet, de hele weg dat hij aan het uitleggen was uit de Bijbel. En weet je, soms is het zo, dat wij door de omstandigheden in ons leven ons perspectief op wie Jezus is en wat hij gedaan heeft, kunnen verliezen. Soms lijkt het plaatje niet te kloppen, zoals ook bij deze mensen. Dan lijkt het niet te kloppen en we krijgen ons hoofd er niet omheen. En weet je wat Jezus vaak doet? Dan komt hij juist naast je lopen. Maar ik denk ook regelmatig, zonder dat wij het in de gaten hebben. Juist in die periodes dat hij verborgen lijkt, openbaart hij soms dingen van zichzelf, waarvan je later kan zeggen, oh, wacht eens even, hij was het me toen al aan het leren. Maar je hebt het nog niet in de gaten. En er komt een moment dat in één keer je ogen opengaan en denkt, oh ja, het was Jezus. De hele weg was hij er al bij. En het klopt. Hij is opgestaan. Hij heeft daadwerkelijk de dood verslagen voor eeuwig. Hij heeft bewezen dat hij de dood heeft overwonnen. Dus zelfs als wij sterven, is dat niet meer het einde. Hij heeft bewezen dat hij de zonde heeft overwonnen. Wat zegt de Bijbel? Het loon van de zonde, het gevolg van de zonde is de dood. Hij heeft die zonde zelf op zich willen dragen, de veroordeling van de mensheid op zich willen dragen en de macht van de zonde gebroken, zodat de dood verslagen is voor eeuwig. En gisteravond waren een aantal mensen hier bij een hele bijzondere avond rondom genezing. Heeft hij alleen de zonde en de dood verslagen? Hij heeft onze ziekte gedragen en genezing gebracht. En hij is opgestaan. Door zijn opstandingskracht is er nieuw leven, zelfs vandaag. En hij heeft elke vloek gedragen en elke vloek verbroken. Soms is het voor ons moeilijk om ons voor te stellen wat een vloek is. En ik wil even teruggrijpen met zijn toestemming op het getuigenis van Piet vorige week. Degenen die hier waren, die herinneren zich misschien nog dat hij zei, weet je, op een gegeven moment na alles wat ik meegemaakt heb, heb ik besloten, ik zal nooit meer kwetsbaar zijn. En dat werd een vloek waardoor hij niet meer bij zijn gevoel kwam. En er uiteindelijk alleen maar meer lijden en ellende kwam. En in zijn ontmoeting met de Heer Jezus werd de macht van de vijand verslagen en werd hij bevrijd van de vloek. En herstelde God zijn gevoel, zijn hart. Dat is wat Jezus doet en kan doen. Dat is wat de opgestane Heer doet. Halleluja. Weet je, en hij neemt de moeite, ik vind dat zo mooi, de opgestane Heer van het hele heelal neemt de moeite om jou te ontmoeten. Als jij misschien af en toe als een Emmausganger, zoals deze twee mannen, onderweg bent en denkt, Heer, ik snap het niet meer. Het verhaaltje klopt niet. Weet je wat de vijand elke keer opnieuw doet, is dat hij ons perspectief wil veranderen of beperken. Zodat we de dingen zien waarvan we denken, het klopt niet. Soms de pijn van het leven die ons doet denken, ja, maar Heer, het verhaal klopt niet in mijn leven. Waar was u toen? En ik wil je vandaag uitnodigen. Want ik geloof dat de Heer zegt, ik kom jou vandaag opzoeken. In het bijzonder op Pasen. En ik wil naast jou komen lopen. Maar ik wil mezelf ook openbaren. En in de ontmoeting met mij zal ik je hart doen branden als het ware. Zul je mijn liefde herkennen? Zal ik je raken? En ik zal je het verhaal uitleggen. Ik ga met je onderweg. En ik geef nieuwe hoop en nieuw leven. Dus als je hier bent en je denkt, ja, ik heb een ander perspectief nodig. Ik heb een ontmoeting met die opgestane Heer nodig. Verlaat deze dienst niet. Zonder dat je naar iemand van het gebedsteam toe gaat. We blijven hier straks na de dienst met elkaar. Maar er zullen ook mensen zijn
die zeggen, ja, ik weet dat. En het plaatje klopt in mijn hoofd. Maar misschien ben je die passie, die vreugde kwijtgeraakt. Van wow, dit is echt zo. Soms wennen we aan een verhaal, zelfs het verhaal van Pasen. En raakt het ons niet meer. Ga dan ook niet weg, zonder dat je de Heer opnieuw ontmoet. Of kom voor gebed. Zeg, Heer, ik wil opnieuw, wil ik geraakt worden door wat u gedaan heeft. En wil ik dat u alles weer in vuur en vlam zet in mijn hart. En voor degene die zeggen, ja, ik weet het. Het verhaal klopt. En ik heb ook die passie en dat leven. Ik wil je uitdagen, ga daarvan uitdelen. Dat deden die Emmausgangers ook. Ze snelden terug naar Jeruzalem, staat er. 4 à 5 uur lopen, hè, in het donker. Dat was gevaarlijk toen. Maar ze waren zo vol vreugde. En wat wilden ze doen? Ze wilden het delen. Als jij zegt, ja, ik weet dat dit waar is. En ik heb die passie in mijn hart. En ik weet wat Jezus kan doen. Oh, dan wil de Heer je uitzegenen. En zeggen, ga dit delen. En hoe doe je dat? Door het verhaal te delen, het evangelie te vertellen. Maar ook door de opdracht van Jezus te doen. Maakt volken tot mijn discipelen. Doopt ze. Geneest ze. Legt ze de handen op. Ik wil jullie uitdagen dat te doen in de kracht van de Heer. En als laatste, en dan gaan we bidden. Als laatste, als je zegt, ja, ik heb van die Jezus gehoord. Of ik weet misschien dat het waar is. Maar ik heb nog nooit de deur van mijn hart persoonlijk voor hem geopend. Dan wil ik je ook uitnodigen. Wil je dat vandaag doen? Wil je die ontmoeting met Jezus hebben voor het eerst? Want hij wil komen in jouw leven en alles op zijn kop zetten. En hij komt in je wonen door zijn Heilige Geest. Op het moment dat je zegt, Heer, ik accepteer dat u ook voor mijn zonde bent gestorven. Dank u wel. Kom in mijn leven. Ik wil u volgen. Zullen we met elkaar gaan staan? En laten we bidden. Doe je ogen maar dicht. En als je met mij mee wilt bidden en zeggen, ja Heer, ik wil een ontmoeting met u. Misschien de eerste keer. Misschien om uitgezegend te worden. Misschien om nieuwe vreugde te krijgen. Misschien om een nieuw perspectief te krijgen. Dan wil ik je vragen om gewoon simpel je handen open te doen. Niemand kijkt mee, het is tussen jou en de Heer. En te zeggen, ja Heer, dat wil ik. Heer Jezus, wil u danken dat u de opgestane Heer bent. En ik wil u danken dat u de moeite neemt ieder van ons persoonlijk op te zoeken. En ieder van ons persoonlijk het hart te willen raken, zodat ons hart brandend in ons zal zijn. Dank u dat u ons niet als wezen heeft achtergelaten, zelfs niet toen u met uw opgestane opstandingslichaam terugging naar de hemel, maar dat u uw Heilige Geest gegeven heeft. En dat hij hier is. En we nodigen u uit, Heilige Geest, in elk geopend hart te komen op dit moment. En ons leven op de kop te zetten, omdat we een boodschap hebben. Die niet alleen ons eigen leven zal veranderen, maar ook de wereld om ons heen. Want u, Heer Jezus, bent opgestaan en u leeft voor eeuwig. En u zult terugkomen als de vredevorst opnieuw naar Jeruzalem, maar dan voor goed. En we zien uit naar die dag, Heer Jezus. Amen. Fijn dat jullie blijven staan. Want het volgende lied, ja, dat kun je denk ik zittend zingen. En dat is denk ik, als je niet anders kan, logisch. Als je kan staan dan, of kan blijven staan, dan is dat denk ik mooi bij dit lied. Het is het lied wat hoort bij Pasen. Volgens mij het paaslied, denk ik. Zullen we het met elkaar zingen? U zij de glorie. Steen genomen, woud verwonnen, groot.
Ik heb op mijn hart om toch nog een uitnodiging te doen voor mensen die Jezus willen aannemen in hun leven. Misschien zit je hier wel en net als de Emmausgangers, brandt je hart van binnen. Is je hart brandende in je en heb je zoiets van ja, ik wil eigenlijk die stap nemen. En dan wil ik je die gelegenheid geven. En weet je dat Jezus sprak, met name in de eerste drie evangeliën lees je dat heel veel over het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God. Hij sprak over het goede nieuws, het evangelie van het koninkrijk van de hemel. Maar als je verder in het Nieuwe Testament kijkt en je leest de brieven van Paulus en van de andere apostelen, dan wordt er nog wel over het koninkrijk geschreven, maar helemaal niet zoveel meer. En weet je hoe dat komt? Omdat die apostelen die schreven over de koning. Over Jezus, de koning van het koninkrijk. En het goede nieuws is heel eenvoudig wat we met Pasen vieren. Dat Jezus Christus, de gezalfde, de Zoon van God, heeft geleden en gestorven is om onze zonde op zich te nemen. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, zegt Johannes de Doper. Hij is geslagen, heeft Hans gisteren heel mooi uitgelegd. Zijn striemen brachten ons genezing. Er is genezing in het lichaam van de Heer Jezus. En hij kwam om ons te bevrijden. En hij heeft het bewezen door op te staan. Jezus is waarlijk opgestaan. Hij is opgestaan in een nieuw opstandingslichaam. Een lichaam wat door de muren heen kan. En dat is het. Hij is daar in de eersteling. En de mensen die hem volgen, die hem aannemen in hun leven, hebben ook die belofte dat als Jezus terugkomt, dat we op een nieuwe aarde zullen leven in een nieuw opstandingslichaam, eeuwig. En Heer Jezus biedt je eeuwig leven aan. En daar wil ik je voor uitnodigen. Dus ik wil je vragen om gewoon een moedige stap te nemen. Als je zoiets hebt van, ik heb de Heer Jezus nog niet aangenomen in mijn leven. En ik wil dat doen vandaag. En misschien durf je het niet en wil je het niet. En tegelijkertijd brandt je hart in je binnenste. Dan wil ik je gewoon uitnodigen om die stap te nemen. Als de mensen, als Petrus zijn eerste preek geeft in Handelingen, dan worden de mensen aangeraakt en die vragen dan Petrus, wat moeten we doen? En dan zegt Petrus drie hele simpele dingen. Bekeer je, laat je dopen en je zult de Heilige Geest ontvangen. Eigenlijk zijn het maar twee dingen. De derde, dat ontvang je. En de stap die ik nu van je wil vragen is bekering. Dat je af wil keren van je oude leven en je wilt keren naar de Heer Jezus en zeg, Heer Jezus, ik wil u volgen. En dat dopen, dat gaan we dan volgende week even regelen. Dat hoort er wel bij. Maar ik wil je vrijmoedig vragen, heb je het verlangen om de Heer Jezus aan te nemen in je leven, wil je dan gaan staan? Misschien is het goed als we allemaal even onze ogen sluiten. Dan voel je je misschien wat minder bekeken ook. Is er iemand? Ja, dankjewel. Mag ik je vragen om naar achter te lopen, naar Chantal. Chantal en Natasja met je bidden. Ja. Laten we dan allemaal gaan staan. Dan kun jij ondertussen makkelijk eruit. Dankjewel voor je moed. Prijs de Heer. En dan wil ik jullie zegenen met een andere zegen dan anders. Een hele krachtige zegen, want ik wil jullie eigenlijk zegenen met de woorden die de Heer Jezus, uit elk evangelie heb ik een stukje gehaald, de opdracht die de Heer Jezus zijn discipelen en zijn volgeling geeft. En de zegen die de Heer Jezus over hen uitspreekt. En dat die wil ik over jullie uitspreken. De Heer Jezus zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken
opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. En jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Veenendaal. Halleluja. In Markus staat, degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal hen dat niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hen de handen op te leggen. En daar zegen ik je mee. Dus in Matthäus, ga op weg en verkondig. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees de zieken, wek doden op. Maak mensen die aan huidvraat, aan huidziektes lijden, rein. Drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen en om niet mogen jullie geven. En daar zegen ik jullie mee. En Jezus kwam in Johannes in het midden van de discipelen staan, zijn volgeling, en zei, ik geef jullie vrede. En na deze woorden toonde hij hun de handen, zijn handen en zijn zij. En de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. En Jezus zei nog een keer, ik geef jullie mijn vrede. En daar zegen ik jullie ook mee in de naam van Jezus. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest. En daar zegen jullie mee in de naam van Jezus. Amen. Dan gaan we even omschakelen naar een Happy Day liedje. Hè? Oh, what a glorious day. What a glorious way. That He has saved us. That You have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious name. What a glorious day. Oh, what a glorious day. Same. Oh.